Dat rustige herfstweer van de afgelopen tijd, dat laten we de komende periode achter ons. Zaterdag begint wel nog heel rustig. Het is overal droog, maar wel veelal grijs. Slecht zeer sporadisch kan de zon even doorbreken. Temperatuur die stijgt uiteindelijk naar 10 tot 12 graden. En dat is nog steeds wel een stuk zachter dan de 9 of 10 graden die gebruikelijk is voor de tijd van het jaar. In de loop van de middag zien we dat de bewolking wat dikker gaat worden. En in de avonduren stijgt de kans op wat lichte regen vanuit het noordwesten vanuit ons land. In de nacht na zondag is het op meerdere plekken regenachtig. En ja, blijft toch wel aan de zachte kant met minima die op de meeste plekken uitkomen rond een graad of 7. En dan de zondag. Zondag kan de paraplu weer uit de kast, want verspreid over het land zijn er toch wel flink wat perioden van regen. En die temperatuur die valt ook weer wat lager uit dan de afgelopen dagen. Echt koud wordt het nog niet, maar met maxima van 8 of 9 graden zijn dat wel temperaturen die we al een tijdje niet meer gezien hebben. De wind die gaat ook in kracht toenemen en in combinatie met die neerslag en toch wel wat lagere temperaturen kan het op meerdere plekken toch wel echt fris aan gaan voelen. Maar dit is slechts een voorbode op wat ons staat te wachten in de nieuwe week. Want we zien dan dat die temperatuur nog wat verder gaat dalen. En ook die wisselvalligheid die blijft wel aanwezig. Sterker nog, het kan zelfs wel echt onstuimig gaan worden. Er zijn op dit moment op dinsdag zelfs wat stormkansen. Met temperaturen die dan ook echt weer wat lager uit gaan vallen, is het echt guur herfstweer. Er zijn zelfs scenario's waarbij het zelfs tot de eerste winterse perikelen kan gaan komen in de vorm van een natte sneeuw. Voordat het zover is, krijgen we dit weekend dus te maken met een vrij wisselvallig weekend, waarbij vooral zondag in het teken staat van een weersomslag. Fijn weekend!